Nou Jan, welkom in Vathorst. Wat brengt jou hier precies? Ja, ik ben benaderd door de Lions Club om hier op de Xpire avond wat te vertellen over bedrijfsleven, voetbal, waar ik vandaan kom en de parallellen daartussen. En, dat vind ik heel erg leuk en het is ook nog voor het goede doel. Dus heel af en toe doe ik dat en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is de hele avond, Jan. Ja, klopt. Ja. Jij bent van Xpire. Ja. Kan je iets vertellen? Wat is dat precies? Ja, Xpire, zeker. Wij wilden graag in Vathorst een evenement organiseren waarbij we mensen zouden samenbrengen. En ondertussen een leuk thema waar je ook wat van leert. En zo hebben wij als Lions Club het Xpire bedacht. Een variant op TEDx, een TED Talks evenement. Wij doen het rond één thema. Elke keer een ander thema. En we bouwen de hele avond rondom de gastspreker. Dus in dit geval Jan van Halst vanavond. En daar hebben we dan de avond omheen gebouwd met een ander filmpje, met andere zaken. We doen dit één keer in de drie maanden. Samen met de Kruispunt en ondernemend Vathorst proberen we dan een heel leuk event te organiseren. Waarbij je in anderhalf, twee uur over een bepaald onderwerp weer helemaal wordt bijgepraat. Ja, want dat kwam natuurlijk voorbij daar. Dat je op die manier probeert te stimuleren. Ja, daar hebben we er één. Volgende keer mag je hier op podium. Is dat een goed idee? Maar je ziet hoe weinig we dit nog doen. Ik denk dat het een hele mooie boodschap is. Wil ik graag nu Jan de podium vragen. Altijd maar blijven knokken, met een vraagteken. Dat is de vraag in het leven. Hè? Heel veel mensen zijn altijd maar aan het knokken en soms ook tegen beter weten in. En mijn verhaal gaat daar ook over. Soms moet je even stilstaan bij jezelf en doe je wel waar je goed in bent, met je talent. En dat leg ik eigenlijk een beetje de link naar mijn voetbalcarrière. Ik dacht ook altijd dat ik een hele technische, mooie voetballer was. Maar daar ben ik wel achter gekomen. Ik moest gewoon de ballen afpakken en weer inleveren bij iemand uit mijn elftal die wel goed kon voetballen. Nou, toen ik dat eenmaal te horen kreeg, toen kon ik volgende stappen maken in mijn carrière. En dat is bij heel veel mensen natuurlijk in het bedrijfsleven ook zo. Jongens, waarom doen jullie dit? Jullie houden van je club. En nu krijg je dit gedonde. Waarom? Waarom doe je dit? Stelletje sukkels. Ja, van Halst. Ik kom twee jaar geleden binnen bij deze club als een soort redder. En nu ga je op deze manier weg. Wat doet dit met jezelf? Achteraf kan je zeggen, iets er wel hooi op voorgenomen. Ja. Stress. De grootste oorzaak van stress is onmacht. Heb ik van de wetenschappen. Onmacht. Het gevoel van onmacht. Het glipt weg door je vingers. Je krijgt de vingers er niet aan. En dat is in je persoonlijke leven natuurlijk. Maar ook heel vaak als je in teams werkt. Of op je werk. Het lukt niet, het project. Dit was voor mij stress. Ik heb hier maandenlang last van gehad. Hey, en je bent volgens mij begonnen bij Jonathan? Ja, dat klopt. Ja. VV Jonathan en Zeist, mijn clubje. Ja. Hey, en heb je ook een keer tegen een Amersfoortse ploeg gespeeld? Of tegen Hoogland-Veen misschien? VVZA? Ja, dat is Amersfoort. Ja, hè? Ja. Ja, VVZA. En je moet me even helpen. Want ja, je hebt Kwik. Ja, Kwik, Amersfoort. Ja, natuurlijk. Goede club was dat altijd. Jonge Leute, ich bin schon seit 40 Jahren Trainer. Manchmal mit Erfolg, manchmal ohne Erfolg. Aber in meinen Mannschaften habe ich immer mit Zusammenarbeit gemacht. Und es gibt in dieser Mannschaft einige junge Leute, die unsere Zusammenarbeit akzeptieren. Und das akzeptieren wir nicht mehr. Ab heute gehen wir nicht trainieren. Drei Minuten sind wir alle draußen. Danke sehr. Und weg was ich. Binnen drie minuten waren we buiten, ook aan de kruisreken. En hij greep echt de macht vanaf dat moment. Hij zat er bovenop. Wedstrijden, trainingen, voorbespreking, nabespreking. Hij zat er bovenop. Kan je nog iets over de stichting vertellen, waar je ambassadeur van bent? Ja, dat is de stichting Kids Vooruit. En dat is een hele kleine stichting voor kinderen met een niet aangeboren hersenafwijking. Normaal gesproken komen die dan zeg maar in het normale proces in Nederland. Maar zij hebben dus een klaslokaaltje hebben ze opgericht met een speciale Hongaarse methode. Waarbij ze enerzijds leren zich te ontwikkelen op cognitief niveau. Maar anderzijds ook lichamelijk. En misschien is het wel eens goed voor iedereen ook dat je even stilstaat. En dat je denkt, ik ga eens vragen om me heen. Wat is mijn talent? Denk je dat ik op de goede koers zit? Heb je nog tips voor mij? En een Willem van Hanegem hoeft helemaal niet van ver of van buiten te komen. Hij kan zelfs naast je zitten vanavond. Alleen moet je even je kwetsbaarheid aan de kant zetten. Ik moet zo mijn kwetsbaarheid bij Willem van Hanegem aan de kant zetten. Maar ik heb er zo godsvoerlijk veel aan gehad. En dat gun ik u ook. Ik ben vergeten toen, met alle gevolgen van dien. Dat is het allerlaatste wat ik u ook gun. Dus ik wens u heel veel succes met uw keuze. En ik wil u enorm bedanken voor uw aandacht. Dank u wel.
Namens eigenlijk de hele zaal en de organisatie willen we dus de stichting ook dit overhandigen. Dus 1000 euro met een relatief kleine zaal. En we hopen dat daar dat ze daar kiets vooruit enorm veel leuke dingen mee kunnen doen. Super, dankjewel.